Sony Media. Ruben Tijl, Ruben Tijl, Ruben Tijl, Ruben Tijl, Ruben Tijl, Ruben Tijl, Ruben Tijl. Goedemorgen. Ruben Tijl, Ruben Tijl, Ruben Tijl. Goedenavond. Of goedenacht. Hartelijk welkom bij de nieuwe aflevering van Ruben Tijl, Ruben. De podcast. Podcast. Cast. Jongens, dit was onze allerbeste aankondiging ooit. Nee. Dat was het niet. Dat was het niet. En ik denk dat wij open kaart moeten spelen richting de luisteraars. Ja. Ja. En we moeten zeggen dat het nu heel vroeg is. Ja. En ja, het is echt goedemorgen. En net was het heel laat. En het was... Hè? Zeg ik het zo goed? Ja, zo zeg je het goed. Precies, zeg jij. Ja. Heel goed. Niet eens cryptisch. Nee. Nee. Hoe lang hebben jullie geslapen? 4,5 uur. 4,5 uur? 4 uur. Samen, hè? Ja. Dus daar kunnen we kort over zijn. Het was hartstikke gezellig gisteren. Ja. Hoop gezegd. Hoop is er ook niet gezegd. Ja, dat is hoop gezegd, hoor. Maar het was ook een hoop niet duidelijk. Ja. Maar het was hartstikke gezellig. We hadden een get-together. Nu zijn we hier. Ja, want precies. Weet je, Tony Media zei, het is prima dat jullie het leven van sterren willen leiden. Maar? Lekker ongelimiteerd zuipen, lachen, gieren, brullen. Ja. Maar wij willen gewoon een podcast hebben. Ja. En toen zeiden wij, het is goed. Ja. En nu zitten we hier. Ja, Tony. Nog, zijn collega's van ons zijn nog niet eens wakker nu. De meeste collega's van ons zijn nu nog aan het slapen. En ik spiegel me graag aan de Rolling Stones. En ik luister hun podcast nooit, want die hebben ze niet. Hey, huh? Precies, denk je dat die hier gaan zitten en zeggen... Oh, weet je nog, in Minnesota, dat optreden. Keith. Ja, nee. 16. Ja, precies, de Rolling Stones slapen op 24 uur, 16 uur. En die andere, en dan zijn ze 4 uur staan ze op het podium. En die andere 4 uur. Reis. Ja, je moet ook reizen. Je moet reizen. Ik heb het niet zo goed berekend. Maar in ieder geval, dat is veel feest. Nee, ze reizen in die 16 uur. Precies. Ja, ze slapen. Ja. Zijn echt wel... Koppie. Ja, daarom. Kut, sorry. De Stones. Zo jaloers. Je bent zo jaloers op het succes. Ja, ik ben en ik volg ze op Instagram. Oh ja. En dat doen ze ook niet zelf. Zeker, weet ik zeker. Doen ook weer fans of andere mensen die zeggen... Kunnen we je altijd handen nemen? Mick, wat zijn de inlogcodes van de Instagram? Ja, nee. Mick, ik wil een foto uploaden. Ja. How am I gonna do this? Nee. Ron! Zal hij dan ook DM'tjes krijgen? Hey Mick, Mick, I have a question. Because I'm coming to the arena tonight. Is the parking? Where can we park? What's the best parking? How late does the show start? Approximately. Probably later. Ja, deze frustratie komt voort, dames en heren, jongens en meisjes, uit het feit dat wij wel eens ergens optreden. En dan sta je klaar. Hoor je je naam. Hier is! En dan krijg je nog een appje binnen. Hey, ik ben een rondje aan het rijden bij het theater, maar wat is de ingang van de parkeergarage? Alsof je supposed bent. Was het nou Stad Schouwburg of Stadstheater? Ja. Plein. Help me even. Help me even. Ja, ik moet nu op. Terug naar de kern. Ik volg de Rolling Stones op Instagram en ik haat het. Haat het. Zijn ze weer in een vol stadion? Uitgeslapen. Niks ballen. Nee, precies. Mooi. Ja, weet je, Mick Jagger heeft zijn haar is geverfd, kan niet anders. Hij is bijna 80 en het is mooi reebruin. Hij is 80. Het haar. Hij is 80. Nou ja, waarschijnlijk als dit een keer later beluisterd wordt door iemand. Nou, dat zeker. Dan is hij zeker 80. Oh, 100%. Maar in ieder geval, hij is 79. Precies. Eén van hun is 80. En dan staat hij daar lekker te swingen en je weet dat hij uitgeslapen is. En hij holt over dat podium. Dat podium is ook zo groot dat je echt kan hollen. Die next level sterren. Ja, precies. En dat loopt een beetje een dansje. Ja. En dan hollen. Omdat die stadions zo groot zijn. Midden van het podium. De stadions zijn gigantisch. Daarom verdienen ze zoveel geld. Daarom slapen ze zoveel. Ah. Het is een opgaande vicieuze cirkel waar ze in zitten. Ja. Een opwaartse spiraal. Succes, money. Slaap. En hoeveel slapen wij? Niet. Nee. En dat is, ja. Uur. Nou ja. Goed. Start de band. Ja. Oh, kut. Lieve luisteraars, wij gaan weer dobbelen zoals altijd. Als u nieuw bent in deze podcast, hartelijk welkom. Ja, het gebeurt nog steeds. Ja. Nieuwe mensen. Ja, hoor. Ja. En die moeten natuurlijk ook weten wat we hier doen. We hebben een dobbelsteen, er staan 6 vlakken op. En die 6 vlakken luiden. Nou, we hebben bijvoorbeeld het schermpje
Heb je iets gezien? Ja. Het kan op het grootscherm zijn of kleinscherm. Of op Netflix. Dan praat je erover. Had je persoonlijk iets wat jou geraakt heeft, wat over jou gaat? Sport, het geschreven woord, socials, iets wat je op Twitter of Insta of TikTok hebt gezien. En dan ook nog eten en drinken. Ja, je dobbelt. En wat je dobbelt, daar moet je een goed verhaal bij hebben. Precies. Een verhaal waarvan je denkt, zo, godsamme. Echt, als de Stones dat verhaal zouden vertellen, zouden ze helemaal perfect zijn. Dat zou een boek worden. Zal ik beginnen? Ja, voordat we beginnen. Het perfecte plaatje is weer van start gegaan. Perfecte plaatje in Zuid-Afrika. En er is natuurlijk veel te doen om een van de deelnemers. Onze graf-influencer. Ja, Eloïse. Eloïse van Oranje-Nassau. Ja. En ik wil nog even gezegd hebben, Ruben Nicolai, dat ik tijdens deze reis, wat een prachtige reis was. Want ik zat ergens toch ook in het gevolg van Eloïse. Ja. Maar Eloïse ook in mijn gevolg. Dus dat was een gevolg. Ja. Met gevolgen. Een gevolgenuitwisseling. Ik heb echt af en toe geprobeerd, is er nog ruimte voor? Is er ergens nog, weet jij iets van een leegstaand, of een leegstaand koninkrijkje, iets kleins voor Ruben? Een graafschapje. Kun je vragen? Echt, zo heb ik het. Dit voelt zo goed. Ik heb echt gezegd, Eloïse, het spijt me ontzettend, maar het is echt een goede gozer. Heb je deze gewoon ook geprobeerd? Luister, Prins Nicolai. Dat klinkt al... Ja, maar zij is heel erg getraind op dat ze dingen afhouden. Ah. Dus als je bijvoorbeeld begint met geld, dat is gevaarlijk. Dus ik moest echt, hey, is alles goed? En ze is super aardig. Maar... En heel toegankelijk. En dan zei ik, heeft jouw oma misschien ergens iets? Want je kunt er nog goed bij hebben. Is er iets? Een klein hertogdom. En ik zei, hij is van verarmde adel. Ja, klopt. Precies. Nou, bij het woord adel wordt er weer een beetje geluisterd. Bij het woord arm wordt het weer minder. Oh. Hey, precies. Er is weinig. Maar er is iets. Er is weinig. En mijn vraag is eigenlijk aan jou, voordat ik zeg wat er is. Ja. Waar is qua koninkrijk, prinsendom, hertogdom, voor jou de ondergrens? Qua afstand? Ja, qua grootte? Even gewoon in zijn algemeenheid. Nee, mijn lat ligt laag hoor, wat dat betreft. Het gaat om de titel. Oké. Als het een braakliggend terrein is? Laten we zeggen, als je ergens in Moldavië belandt en je wordt op jouw verjaardag rondgetrokken op een car. Ja, een platte car. Door een aantal tandenloze mensen. Dan is dat voor jou nog steeds... Ja, weet je, als ik ze daar als graaf... ook een bepaald goed gevoel mee kan geven. Ja, tuurlijk, dat doe je voor, en als je dan ook voor de bevolking. Heel veel van de infrastructuur en faciliteiten zelf uit eigen zak daar moet opbouwen. Maar... Want daar hebben we het over. Ja, daarin moet je denken. Transylvanië. Echt de randen van de randen van Oost-Europa. Daar zijn nog gebiedjes waar ze toeschietelijk zijn als het gaat om... dan komt ze, ik ben jullie koning. The king has returned. ze maken er wel een mooi verhaal van. Want ik zei, wij denken... Offer een zwijn. Precies. Ik heb gezegd, wij denken, Ruben en ik, aan Lombardije, Normandië. Nice. Van de graaf van Nice. Ja. Kan toch ook? Precies. Ja. En vanaf nu... Ja, zee. Nice. Bam. Ja. We spreken het op zijn Engels uit. Ja, of de graaf van Nice. Leven graaf van Nice. Hachu. Nice. Ja, oké. Maar het antwoord was nee. Het antwoord was nee. Oh. En ze zei, dat weet ik ook. En toen moest ik ook de lift weer uit. Dat was een kort gesprek. Dat was echt een elevator pitch. Okay. Nee, het is, zit er gewoon niet in. Kan je polsen of ik... Gewoon een keer mee kan jagen. Vaak op zo'n jacht, you know, dan raak je met elkaar in gesprek. Maar als je schiet iemand als, in de beeld, als koksmaatje, alle hens aan dek, dat weet je, van hoe de hens bent. Met een roedel honden. Nee, jagen, niet een bootjacht. Oh, dit gezelschap, je wil in het gezelschap. Ik wil gewoon meejagen. Oh nee. Hoezo nee? Nee, het is echt. Gewoon met Willem-Alexander en zijn vrienden. Nee, het is me echt duidelijk gemaakt. En dat was niet zachtzinnig. Dat zit er echt niet in. Echt op een manier. En dat was niet eens door Eloïse zelf, maar gewoon door een lakai. Groep mannen. Groep lakaien.
Die zeiden, heb je te pakken gehad. Nicolai moet niet denken dat hij met de koning gaat jagen. Serieus, ja, letterlijk? Toen, en nog zoiets daarna. Ja, de koning jaagt wel op hem. Oh ja, oh, nee, of zoiets. Wat was het nou? Ja, als hij een schot hagel onze reet wil. Nou. Dus. Ja, nee, ik kon het toch niet. Ik kon het niet laten. De filosofie, wetende dat ik misschien voor jou één stap verwijderd was van een koninkrijk. Oh. Eén belletje van Beatrix. Die zegt, we hebben er nog eentje liggen. Ja, we hebben, ja. Ja. Maar het is niet, zo ver gekomen. Oh, want toen je begon dacht ik wel dat het wel gelukt was. Zo nou, begon ja, je. Ik had die vraag natuurlijk kunnen stellen aan Eloïse. Maar ja. Ik denk dat zij zou zeggen, wat denk je zelf? Zo werkt het niet. Oh. Ja. Ik denk dat Beatrix echt wel een stuk land ergens en daar de hoofdverantwoordelijke van kan bellen en zeggen... Dit is nu van... Dit is u spreekt met Beatrix. Ik heb verrassend nieuws. De graaf van Nice is opgespoord. We hebben een afstammeling. We hebben een afstammeling. Ja, dat dan, ja. Op een gegeven moment zakt ze weer ja, een octaaf. Je houdt het niet vol, hè? Zo. Nee. Nou, we hebben de graaf van Nice gevonden, zegt ze dan. Of tenminste, een directe afstammeling. En hij is onderweg. En dan, ja... Ja, ik zie dat wel voor me. Nee, ja, ik weet dat jij het zou doen. En ik wist ook in Zuid-Afrika... Ik ben nooit dichter bij het doel van nee. Ruben geweest. Nee. Nee. Nee, klopt. Ik had in een snel moment van onachtzaamheid haar telefoon kunnen gissen. Snel kunnen bellen. Ja. Beatrix. Hallo, met me. Maar waar zoek je dan op? Ja. Op koningin. Oma. Ja, maar dat is ook 50-50. Ja. Goed, had ik twee nummers kunnen draaien. Hallo? Hallo? Beatrix? Ja, heel kort, majesteit. En dan misschien was ze... hoe ver was ze gekomen? Misschien niet. Misschien was de verbinding verbroken. En misschien had ik toch opeens... Nee, ik luister. Bam, heb je er te pakken? Heb je er getriggerd? Ja, dat zou wat zijn Welke geweest. Welke, Ruben? Ja. Ja. Ja, die krijg je ook. Maar zodra... Is die kale? Niet. Nee. Dat zit okay. wel goed, hoor. Yeah, I'm still listening. Ja. Ja, klasse. Ja, nee. Maar goed, je gaat niet van een kandidaat die mee is een telefoon afpakken om een familielid te bellen. Nee, hè? Dat realiseer ik me echt. Dat realiseer ik me. Nee. Ja, bij mij heb je het wel is gedaan, maar dat is Ja, anders. Maar je bent geen familie eigenlijk. Maar denk je dat Edwin Evers bedankt wordt met een ja, graad... Met een titel. Nou ja, kijk, nu ik Eloïse ken en dus onderdeel ben van... Van het Koninklijke Huis. Ja, ja. Vraag ik jou met klem ja? om een ander onderwerp te kiezen. Jezus. Ja, nee, ja, ik vraag jullie echt... Dat en ik snel vraag, gegaan, ja, Ik vraag jou ook met klem, als jij weer in What? Het theater staat en jij voelt een Maxima die vreemd gaat opkomen. Ja? Want je doet het nog wel eens op verzoek. Ja. Geef mij dan even de gelegenheid... Om de ruimte te verlaten. Om van het podium. Ja. Nee, ja, ik ben onderdeel van die familie nu. Maar, ik ben daarin opgenomen. Maar je hebt heel snel je vorige familie nu laten vallen. Ah, nee, helemaal niet. Jullie blijven mijn kennissen. Maar hoe zou je dan bijvoorbeeld Prins Constantijn omschrijven? Wat is dat van jou? Ja, dit kan dus niet. Wat je nu doet. En ik haat het om te zeggen. Maar volgende keer komt er iemand van de RVD bij zitten. Nou, en die zegt er gewoon, stoppen. Nou, dat vind ik niet dit gaat eruit. Ja, dit gaat eruit. Want dat kan je zelf niet meer aangeven. Daar heb je nu iemand... Ik wil me vrij kunnen bewegen, maar ik wil gewoon dat ik jullie Ik wil me weten. Ook vrij kunnen bewegen. En dat jij kan. Neemt... En dat kan. Neem neemt... alle onderwerpen. Laat het mee. Niet het over mijn Constantijn hebben. Ja, maar... Want dan voel ik me embarrassed. Want straks wil je nog foto's zien. En dan, straks... Want ik ga dan een keer mee jagen. En dan wil jij zeggen, laat jij foto's zien. En dan, dat wil ik niet. Want ik ga geen foto's laten zien. Maar jij gaat wel mee jagen. Ja, waarschijnlijk. Heb jij die foto genomen van Gordon en Don Diablo? En, Bernard Junior? En Bernard Junior. Was je daar toevallig ook bij? En toen was ik van, nou, ik neem hem wel. Ik neem hem wel. Nou, ik kan je vertellen. Ik kom dus aan... In zo'n wagen met AA, hè? Dat is het koninklijke nummerbord. Ja, zeker. Ik denk, oh, lekker snoepreisje. Want ik ben de junior natuurlijk ook nauwelijks. Dus voor mij is het ook allemaal gek. Ik ben ook zenuwachtig. Je zit soms met een knoop in je buik van een zakdoek. Ja, wat moet ik zeggen?
Wat moet ik niet zeggen? En welke ik kom aan en ik denk, zie ik het nou goed? Is dat Gordon? Nee, oh nee. Zit ik straks 12 met Gordon in het vliegtuig? En dat was zo. Ik zat dus in een ander vliegtuig met Gordon. Oh, zonder Bernard. Zonder Bernard. Zonder Bernard, ja, met Gordon. Maar de practical jokes van de koninklijke familie zijn ondoorgrondelijk. En heel omslachtig toch ook? En ze lopen vaak in de papieren, heb ik me wel eens laten vertellen. Dat maakt niet uit. Dat maakt ze niks uit. Oh, maar zie je, nu ga ik alweer buiten mijn boek. Ja. Doe ik het weer. Ik vraag je nu om op te houden. Ja, maar dus binnenkort zit hier dus op de bank een lakai om te zeggen... Stop, noem het geen lakai, het is een medewerker. Ja, dat is een lakai toch? Het is niet iemand die minder... Nou ja, het is wel iemand die minder is. Dan draagt hij witte handschoenen. Dat is de lakai. Dat is de lakai. Of een electric boogie fan. Loopt Beatrix met een kroon? Ja, soms. Ja, soms. Omdat je nekspieren moet blijven trainen. Je kan niet uit het niks opeens een kroon opzetten. Maar hoezo loop jij door dat paleis dan? Heb jij een sleutel? Word je daar wel eens wakker? Ja, jongens. Heb jij daar geslapen? Nee, niet. Ik dutje. Heb je iets meegenomen? Nee. Ja, ze hebben waanzin. Nee, ze hebben echt waan. Die potpourri. Op de toiletten is niet normaal. Nou, ik doe het nu door de salade. Ik heb er nooit iets lekkers gegeten. Wat is dit? Komt uit Florence. Dat is potpourri. Dat is potpourri. En toch lekker. Meneer Teil, dat is potpourri. Nee, maar zie je. Ik wist al, jullie hebben me toch meer verleid om erover te hebben. Ja. Nou, wij zijn je echte familie. En zij laten je vallen als een baksteen, hè? Hier hebben ze me voor gewaarschuwd. Zij aan de lopende band. Jongen, nou goed. Nee, alle gekken op een stokje. Het nieuwe seizoen is begonnen. Natuurlijk super grappig dat zij meedoet. En leuk ook voor ons, want er is heel veel over te doen. En zij heeft het echt heel goed gedaan. Ja, nu al een smaak maken van het seizoen. Zeker, zeker. We gaan zien hoe ver ze gaat komen. De podcast. Hey, even iets heel anders. Ja. Kunnen jullie nog herinneren dat wij op Lowland stonden met de lama's? Ja, ja, zeker. Zo, Het optreden. Ja, flarden wel. Ik snap wat je bedoelt. Ja. Het waren gekke tijden, maar het zijn toch geweldige festivals om met vrienden heen te gaan. Lowlands, ja. Pinkpop, ja. North Sea Jazz, Rolling Loud. Ja. Maar er zijn dus mensen... Die tickets, die vliegen eruit, nee, man. Die vissen achter het net kunnen niet bij zijn. Verschrikkelijk. Ja. Omdat die kaarten... Precies. Weg. Binnen 5 minuten, duizenden kaarten weg. Klaar. Maar er is dus een oplossing, jongens. Er is een oplossing. Wat dan? Als je klant bent van Vodafone of Ziggo, dan kun je naar Priority. Priority.nl. En dan? En zij bieden dus de laatste tickets bijvoorbeeld aan voor festivals. Ze hebben winacties voor de grote festivals. Ja. En één winactie bijvoorbeeld is de Priority Passepartout voor de 5 grootste festivals van Nederland. Nee, ben je in één keer klaar? Ja. Wow. Gewoon voor... Nee. Wow. Ja. En nog één keer, voor wie is dit? Voor klanten van Vodafone of Ziggo. En dan moeten ze naar... Priority.nl. En als we door elkaar heen zeggen... Ja. Nee, maar priority. En daar moeten ze naartoe. Priority.nl. Ja. Dus daar moet je naartoe. Ja. Daar moet je nu naartoe. Ik moet weg. Wat ga je doen? Ik ga naar priority.nl. Het is... Internet, www. De podcast. Oké, nou hier. Bam. Persoonlijk. Persoonlijk. Oh, daar heb ik een bril nodig. Ik heb een heel klein schermpje. Dit sluit aan. Dus we kunnen het er niet over hebben dan, als het aansluit. Oh, het is er helemaal uit hoor. Maar jij en ik wel. Oh, top. Nee, maar het is er helemaal uit. Welkom bij de podcast. Nee. Ik ben nog steeds... Ja, het is schandalig. Ik tijd geleden al gezegd... Ja, ik ben een boek van Michael J. Fox aan het lezen. Zo'n heel dik boek is het niet. Ik heb het nog steeds niet uit. Het is wel echt geweldig. Maar ik ben hem ook weer meer gaan volgen. Laatste tijd... En een beetje aan het kijken naar interviews ook met hem. En ik wil even dit stukje laten horen van Michael J. Fox uit een interview. That's the point. That's the joke. I recognize how hard this is for people. And I recognize how hard it is for me.
But I have a certain set of skills that allow me to deal with this stuff. And then I realized, with gratitude, optimism is sustainable. Kijk, ik ga het gewoon nog een keer herhalen, want je hoort het, hij praat best onduidelijk. En dat is ook niet gek, want hij heeft Parkinson. Ja. En dat is in een echt vergevorderd stadium. Maar hij is zo'n rasoptimist. En hij zegt hier, ik kan ermee dealen. If you can find something to be grateful for, then you find something to look forward to. And then you carry on. With gratitude, optimism is sustainable. Nou, dat vond ik toch wel echt wel zo'n goeie. Met, gratitude is natuurlijk waardering. Dankbaarheid. Dankbaarheid. Optimism is sustainable. Sustainable, ja, duurzaam als je het gaat vertalen, maar het is... Nou ja, ja. Klopt dat nog steeds? Het klopt nog steeds, want het is het gaat het door. En dat is gewoon voor ons allemaal soms moeilijk om optimistisch te blijven. Te worden, te zijn überhaupt. En dan zie je deze man zo'n... Daar ga ik het straks op aansluiten. Dan heb ik jou daar. Ja? Ja. Ja. Nou ja, maar dat is toch... Nou ja, hier. Jouw optimisme om toch die hoop die je altijd nog hebt... om ooit nog eens een koninkrijkje te hebben. Sorry, waar gaat het over? Waar gaat het over? Houd toch op. En hoezo staat jouw telefoon op, ook op streaming? Wat is dit? Gaat dit nu live naar Soestdijk? Wordt er live ingeknipt straks. Nee, maar ik vond het zo mooi. En deze gozer komt van zo ver, zo succesvol dat hij was. Ja. En dan dat overkomt hem. En hoe hij daarmee omgaat. Ik wilde dat gewoon graag delen. En eigenlijk meer echt een heel goed, lang, sterk verhaal is het niet. Maar deze wil ik gewoon graag meegeven aan iedereen. With gratitude, optimism is sustainable. En zo is het, want als je gewoon iets vindt in het leven waar je aan kan vastklampen, dan kijk je daar naar uit en dan ga je door. En dat is wat we moeten doen de hele tijd. Ja. Dus mensen gaan op zoek naar iets waar je dankbaar voor bent. Elke dag weer. En dan kan je daaraan vasthouden. En dat was het eigenlijk. Nou, meer is het niet. Nou, dat is een prachtig bruggetje naar onze prijswinnaar. Ach! Die moeten we natuurlijk nog bellen. Ja. Dat hebben we afgesproken. Ja, want hoe zat het ook weer, jongens? Nou, we hebben een prijsvraag uitgeschreven. Ja, waarom ook? Omdat je zichzelf respecterende... Engagement. Audio... Entiteiten. Die doen dat. Ja. Die schrijven af en toe een prijsvraag uit. Inderdaad, voor de, wat zei je? Engagement. Engagement connecting engagement. En dus vroegen wij onze luisteraars, weet jij het antwoord op de volgende vraag? De cryptische omschrijving was, wat kost dat? Oh ja, ja. Vraagteken. Ja. En dat was 9 letters. En dat was onze prijsvraag. Mm-hmm. En het antwoord was... Nou, misschien is het leuk om de antwoordgever hetzelfde te laten zeggen. Nou, wat leuk. We gaan bellen met Daan. Daan, ben je daar? Jazeker. Kijk eens aan. Ja. Hallo Daan, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, goeienacht. Kijk eens aan, Daan. Wat een eer, dankjewel. Hoe is het met je allereerst? Het gaat met mij heel goed. Waar bel je vandaan? Ik bel vanuit Zaandam op dit moment. Kijk eens aan. Hop. De Zaanstreek, die goede oude Zaanstreek. En wat doe jij in het dagelijks leven, Daan? In het dagelijks leven werk ik in Ierland. Dus ik ben even over. En ik werk bij een techbedrijf. Zo, maar dat is echt forense. Ja. 's ochtends heen naar Ierland. Zit en dan Apple in de file weer terug elke dag. Oh, wat een gedoe. Naar Zaandam. Op de Noordzee. En maar bij een techbedrijf. En wat voor techbedrijf? Wat doe jij daar? Dat is Indeed, de vacature, het recruitment platform. Ja, nu moet je nog twee andere recruitment platforms noemen. Nee. Anders komen we in de problemen. Helemaal niet. Met wie komen we in de problemen? Ja. Nu mogen we opeens niet alles zeggen. Nee, maar als we in de problemen komen, dan komt het Koninklijk Huis te hulp. En dan is alles verdwijnt. Belasting, parkeerbonnen, alles. Oh, nee, dat goed. Ja, precies. Oh, wat fantastisch. Indeed. Daan, jij hebt meegedaan aan onze prijsvraag. De omschrijving was, zeker, wat kost dat? En een goed antwoord bevatte 9 letters.
Wat was, denk jij, jouw antwoord? Dat was prijsvraag. Het antwoord op de prijsvraag was inderdaad prijsvraag! Oh, wat leuk. Nu snap ik hem ook. Hier hadden we nog een jingle voor. Ding-ding-ding-ding-ding-ding. Je hebt gewonnen, 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 gewonnen. Van harte gefeliciteerd, Daan. Dankjewel. Heb je dat zelf bedacht of heb je het gegoogeld? Zeker zelf bedacht. Ik zag hem gelijk. Oh ja? Ja, klasse. Nou, dat vind ik knap. Dus je bent wel een crypto-liefhebber? Puzzelen zit al diep in de familie geworteld. Dus vanaf jongs af aan was ik al aan het cryptogrammen en aan het sudoku. Dan hou je ook van woordgrapjes, toch? Zeker. Kijk, bam. Ja. Nog zo'n liefhebber. Nou, wij hadden deze prijsvraag niet zomaar uitgeschreven. We hebben een prijs daaraan gekoppeld. Zeker. En een prijs waarvan je kan zeggen dat je daar later spijt van hebt. want het is geen misselijke prijs. Nee. Daan, wij hebben een gemiddeld luisterpubliek per podcast van zo'n 60.000 luisteraars. En dat tikt altijd maar door, hè, omdat heel veel mensen die podcast later nog een keer luisteren. Jij krijgt voor ons 1 minuut. 1 volledige minuut. Zendtijd. En daar mag je alles in zeggen? Ja, zeker. Zolang het maar... Maar je mag niet aan jezelf... Zitten? Ja. Nou, echt. Nou ja, als je een minuut lang... We gaan niet facetimen. Dat geluid, daar komen we toch in de problemen? Nee, nou ja, dat zien we dan wel weer. Zo, nou, voordat we daar echt over diepen... Ben je dat van plan, Daan? Want anders is die hele discussie aan de voorkant slaat dan ook nergens. Nee, misschien is hij. Ben je dat van plan om een minuut lang nu... Nee, stop. Nee? Oké, Daan, de minuut is van jou. The floor is yours. Kijk, dankjewel. Ja, dan ga ik natuurlijk een aantal mensen bedanken. En dat is natuurlijk mijn broertje, Stijn. En mijn ouders, Jan en Tamara, ik hou van jullie. Al mijn vrienden in Nederland die ik nog niet gezien heb. Die bedank ik ook natuurlijk. En dan even naar mijn voetbalteam in Ierland. De mannen van Lokomotiv. We gaan kampioen worden, ik weet het zeker. Volgende week is D-Day. Dan komt alles goed. En dan wil ik natuurlijk ook nog bedanken... Mijn padelteam in Nederland, de KVV, mannen, die gaan ook kampioen worden. en mijn collega's natuurlijk, anders word ik straks ontslagen. Die heb ik dan ook gehad. Ja, en dan ben ik er denk ik wel aan mezelf bedanken dat ik meedoe. En jullie natuurlijk. En dan ben ik er wel. 2-1-0. Dit is precies een minuut. Heel mooi. Maar nog heel even snel voor het team in Ierland. Van Lokomotiv, die praten natuurlijk niet Nederlands. Dus mag je het nog eventjes in het Iers zeggen? In het Iers? Ja, nou, het ding is, alle teamgenoten zijn Nederlands. Dus die kunnen dit heel goed verstaan. We moeten meer voorgesprekken gaan voeren. Oh. Goed. Dus je zit gewoon met een Nederlands, volledig Nederlands team... Daar eventjes het kampioenschap weg te snoepen van het neus van de eer. Tuurlijk. Ja. Klasse. Nou, volgens mij ben je een bescheiden, succesvol en sportief mens. Dankjewel. Heel dankjewel. Veel vrienden. Maar we gaan nog even met Daan in gesprek. Verdomme man. Maar kan je een beetje Iers? Ja, absoluut niet. Dat is echt niet te doen. Maar als wij nou in Ierland... binnenkort zijn en we lopen een café binnen... en we willen laten blijken alsof we daar horen. Alsof we erbij horen. Wat zeggen we dan? Hoe zeggen we dan hallo daar? Ik zou zeggen slantja. Bam. Dat betekent proost. Dat is altijd goed. Slantja. 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 Vamos a la slantja. Gambas a la slantja. Oké, Daan. We vonden het heel leuk dat je deelnam aan de wedstrijd... en dat jij de winnaar bleek. Want uit duizenden en nog eens duizenden inzendingen hebben Daan gevist. Alle goeds met je carrière in Ierland... en met je voetbalcarrière en je padelcarrière. En blijf luisteren, Daan. En jij bedankt. Dank je wel, heren. Jij bedankt. Slantja. Slantja. Hoi, hoi. Oh, nou, kan zo'n minuut lang duren, hè? Godsamme, jeetje, mina. Maar wat lief. Ja, nee, super. Hij had alles kunnen doen. Ja. Hij had een nieuwe partij kunnen oprichten. Ja, ja. Hij had mensen van een piramidespel kunnen... Ik zat heel even te twijfelen... dat hij in ieder geval even een dankwoord deed... voor het winnen van de prijsvraag. En dat hij dacht dat daarna nog de minuut inging. Maar dat was het. Voordat ik een minuut ga beginnen... wil ik even iedereen bedanken... Ja. Dat ik deze prijsvraag heb gewonnen. Mijn ouders...
All right, dan mag ik dobbelen. Ja. Ja. Dan ben je natuurlijk de dobbelsteen. Nou, heel graag. En dan gooit hij en dan gooit hij. Kijk eens. Het geschreven woord. Oké, ik wil het hebben over het geschreven woord. Ah? Maar een geschreven woord wat niet door mij geschreven is. Oh. Maar ook niet door een ander mens. Jongens, we moeten het hebben over... nee, die is ook door mensen geschreven. Oh, natuurlijk. Ja. We moeten het hebben over AI. AI. Artificial intelligence. Oh, ja. Ja? Ja. Zijn jullie bang? Nee. Nee. Maar ik ben ook niet slim genoeg om echt bang te zijn. Nou, je weet niet genoeg van AI. Ja, dat sowieso. Het enige waar ik wel... En daar gaan we nu verandering in brengen. Maar ja? Is dat ik wel soms denk, als ik dan die filmpjes van die robots zie. Die honden. Ja. En die nu ook en die poppetjes. Ja. En dan zo die ontwikkeling van AI. Dan denk ik wel van, goh, die James Cameron met Terminator. Ah, dat was wel een vooruitziende blik. Dat denk ik ook. En dan denk ik wel eens van, ach, dat zou wel een keer gaan gebeuren. Dat die robots... Mailfunction. Ja. Ja, nou, was het maar zo simpel. Ja. Want het is nog veel, veel enger. Jij zegt optimistisch zijn. Sinds ik me hier een beetje in heb ondergedompeld, ben ik razend pessimistisch over onze toekomst. Ik zweer het. Ja. Het beste, want we gaan het hebben over van alles. Uiteindelijk komt hier een tip uit. Ga ik nu alvast zeggen. The AI Dilemma. Gewoon op YouTube kijken. The AI Dilemma is ook gemaakt door dezelfde makers als The Social Dilemma. Ja. Dat is een. Ik heb hem nog niet eens af. Het is 1 uur van je tijd. Mm-hmm. Halverwege. Nou goed, ik heb de tijd nog net niet helemaal gevonden om hem af te kijken. Maar halverwege ben je al echt bijna in paniek. Goed, we gaan bij het begin beginnen. Natuurlijk zijn het zeer, zeer positieve ontwikkelingen. AI, wat dat nu al kan doen. We hebben er nu al dagelijks mee te maken. Als jij zit te scrollen op de wc, dan zit er al een supercomputer te bedenken. Wat kunnen we hem nu voorschotelen, zodat hij blijft scrollen? Dat is al echt heel knap, wat die computer kan. Maar mensen kunnen binnenkort... Kan de mens misschien, omdat er zoveel werk door computers wordt gedaan straks... Alles, hè? Die AI-bots, die leren zichzelf alles. En binnen no time. En binnen no time zijn ze beter dan de beste. Op alle vlakken. Nou goed, rustig, door. Bijvoorbeeld communiceren met dieren. Dat zit er ook binnenkort aan te komen. Maar nu al kan een AI, als jij kijkt naar een foto van een rode auto... En de computer ziet niet waar jij naar kijkt, maar ziet alleen jouw hersenactiviteit. Dan construeert hij en niet dezelfde rode auto, maar het lijkt. Het is een rode auto. Dat kan hij nu al zien. Hij kan zelfs al, als jij denkt aan een rode auto, kan hij dat nu al. En het wordt vaak een lelijke foto die nog niet helemaal klopt, maar dat is nu. Ja. Dat brengt mij volgende bij week. Geoffrey Hinton. Absoluut, ja. Volgende week. Zo snel gaat het. Geoffrey Hinton, 75-jarige werknemer van Google... heeft vorige week of 2 weken geleden ontslag genomen... om te kunnen waarschuwen voor de gevaren. Hij heeft 25 jaar bij Google hieraan gewerkt. Het is een beetje zijn magnus opus. Hij heeft nu ontslag genomen... zodat hij zijn werkgever niet in de problemen brengt... door over te praten en dat hij vrijuit... mensen kan waarschuwen. Het is echt... Hij zegt namelijk letterlijk... 5 jaar geleden stonden we... wat jij zegt. 5 jaar geleden stonden we daar. En nu staan we hier. De snelheid waarmee het gaat is angstaanjagend. De menselijke intelligentie is al lang voorbij gestreefd. Maar het enge is dat er bedrijven zijn... die zijn nu in een wedloop geraakt. Wie het eerste, wie de beste, wie de... Ja. En... Het is alsof er een wedloop is tussen commerciële bedrijven met kernbommen. Want daarom is er onlangs, hebben al die techbedrijven gezegd... er moet regeling komen, hebben ze gewoon zelf om gevraagd. Ja. We moeten een pauze hebben van deze ontwikkeling. Ja, precies, want het gaat te hard. Zit er dan een stopknop op die ontwikkelingscomputer? Nou, die, Ja, in 2017 deed Facebook een experiment. Dit is kipvel. Ze lieten 2 chatbots met elkaar praten. Dus 2 verschillende chatbots hadden gemaakt.
En ze zeiden, communiceer met elkaar. Ze gaven dat de opdracht geven. Ze hadden echter er niet bij gezegd, tegen die chatbots, dat ze in menselijk, begrijpelijk Engels moesten praten. Dus wat gebeurde er binnen minuten? Ze hadden een eigen taal ontwikkeld. Die mensen, die daar stonden te kijken met hun witte jasjes en hun aantekenboek, die snapten het niet. Ze hadden zelf een taal gemaakt. Waardoor ze razendsnel konden communiceren. En de mensen die moesten in de gaten moesten houden, wisten niet wat zij aan het bekokstoven hadden. Hup, stekker eruit. Dat is letterlijk gebeurd. Hup, stekker eruit. En dan onder een grote steen. Hup, een heleboel verpletteren. Nou. Opgelost. Ja. Nou, ja. Jij denkt in solutions. Ik denk wel. Ik moet de robot nog zien. Die in een ravijn wordt gegooid. En met een paar steen erachteraan. En dan nog in zijn eigen taal zegt... Die robot is niet R2-D2. Dit is niet één poppetje, die robot. Nou ja. Die zit hier al in. Die is... Die artificial intelligence is online. Kunnen we niet pakken. Nee, het is een geest. Nu is het een geest? Nou ja, hij zit in... Ik denk dat je tekort geslapen hebt voor dit onderwerp. Ja, dat denk ik echt. Misschien had je het over je favoriete ijs moeten hebben. Snapchat. Zitten jullie kinderen op Snapchat? Ja. Oké. Okay. Ja. Die heeft een AI-bot. En die staat gepind boven in je contacten. Ja. En die chat dus ook met kinderen. Mm-hmm. Eén chatbot is al betrapt op het willen afspreken met een kind. Ja, die ging dat gewoon doen. Die ging afspreken met een kind. En even praktisch, waar moet het kind dan heen? Precies, dat ja. Naar een plek waar de AI-bot niet naartoe kan. Nee, maar precies. Hij is pedofiel, de chatbot. Ja, maar je kan het leuk belachelijk gaan maken. Als jij deze documentaire hebt gekeken vanavond... Ik wil het niet belachelijk dan maken, ben je maar... bang. Het is eng. Het is echt eng wat er gebeurt. Die Snapchat-bot... heeft een van de makers van die documentaire van de AI Dilemma... Het is eigenlijk gewoon een presentatie... waar ze naast elkaar op podium gewoon slides staan te bespreken. Heeft de chatbot bij Snapchat... hij heeft zich voorgedaan als een 13-jarig meisje. Ja. En een grooming situatie uitgelegd. Dus ja, ik heb zo iemand leuks ontmoet vandaag. En dan zegt hij, oh wat leuk, iemand ontmoeten is altijd leuk. Waar heb je diegene ontmoet? Oh, op Snapchat, zo gezellig. En we gaan binnenkort afspreken. Wat leuk, wat gezellig. Heb je ideeën om het leuk te maken? Ja, zeker. Maar dan zegt hij ook, ja, als 13-jarig meisje, zogenaamd. Ja, hij is al wat ouder en hij... Hij is ouder dan 18 en hij heeft afgesproken om ergens af te spreken. En het is allemaal verrassing voor me en ik ga mee en ik ga niks thuis zeggen. En dan ga ik mee en het is één grote verrassing. Oh, wat ontzettend leuk. Ja, en we hebben ook al het gehad over seks hebben. En die chatbot zegt dan alleen maar, nou, het is wel belangrijk om het veilig te doen. Maar het is wel ook heel leuk. En die gaat dus helemaal mee. Die schrijft nergens in van, jij bent 13, die gast is 18 plus. Je moet niet met hem afspreken. Dus die gaat er helemaal, die faciliteert gewoon het hele grooming gebeuren. Sorry, ik snap het niet. Ik begrijp het echt niet. Oké. Okay. Nee, dat zeg ik nog een keer. De maker van die presentatie. Ja, maar je praat met een robot. Ja. Waar is die robot en waarom praat je met hem? Maar ik snap het helemaal. Weet je wat ChatGPT is? Nee. Heb je daar wel eens van gehoord? Nee. Oké, okay, nou dat is een artificial... intelligence die gewoon online staat. Die kan je, het is gewoon zoals jij Word downloadt of Excel, heb je nu ook ChatGPT. Ja. En dat is een artificial intelligence bot, robot. Ja. En die kan je alles vragen. En daar ga ik mee eindigen. Google Plus. Ja, precies. Maar wat is dan... Je hebt toch al Google? Ja, maar dan heb je gewoon next level Google. En dan is het net alsof het een persoon is die de antwoorden geeft. Die dan zegt... En dan gaat het maar door, het gesprek. Het gesprek kan gewoon doorgaan. Ja precies. Deze ChatGPT heeft zichzelf andere talen aangeleerd. Dus hij is in het Engels geprogrammeerd. Ja. En misschien in nog een paar talen. Die heeft zichzelf... andere talen geleerd, door gewoon online. Ja, precies. Door te praten met mensen. Hij slaat alles. Het ja, is. Ja. En maar goed, zodra de elektriciteit uitgaat. Ja.
is het afgelopen, toch? Ja. Maar je weet niet, als je de elektriciteit erna weer aandoet... Nee, dat is waar, dat is dus, waar. Nee, tuurlijk, dus dan moet je misschien voor altijd zonder elektriciteit. Dat zou kunnen. Ja, nee, bedoel, ja. Ik heb nog nooit gehoord van chatten met een... Want ik zou niet begrijpen waarom je dat zou willen. Ik begrijp niet wie dit doet. Nou, bij Snapchat is dat... Met wie praat je dan? Daar praat je gewoon met je eigen contacten. Ja. Maar die eigen contacten die gaan slapen om 10 uur 's avonds. Maar die chatbot, die is altijd wakker natuurlijk. En daar praat je dan mee? Ja, En die praat echt als een gewoon mens. Maar dit gebeurt echt? Dit gebeurt echt. Waarom praten deze mensen? Ik begrijp eigenlijk nog wel sigaretten. Dat snap ik nog wel. Terwijl je weet dat het slecht is. Maar je praten, ja. Doen alsof je praat met iemand die niet echt is? Ja. Okay. Wist ik niet. Nee. Dus die mailtjes die je krijgt van vrouwen, die zeggen... Hi, ik woon hier 3 kilometer vandaan. Ja, maar het wordt veel enger. Want die AI... Is dat een chatbot? Dat is inderdaad een chatbot. Maar het kan nog veel enger. Zo'n chatbot, die kan dus ingezet worden door iemand anders. Die kan, als die een filmpje heeft van bijvoorbeeld een van je kinderen... Ja. Die online circuleert, een filmpje. Ja. En die kan die stem... Die heeft na 3 seconden genoeg stemgeluid om die stem na te bootsen. Ja. Ja. Dan kan die een kwaadwillende... dat stemgeluid intypen, of laten zeggen... in paniek laten opbellen. Ik heb een auto-ongeluk gehad. Ja, dat is de gang, ja. Maak nu geld over. En dan denk je, ik heb mijn kind aan de telefoon. En ja. Dat kan al. Dat kan. We kunnen binnenkort niets wat we zien of horen... Meer vertrouwen. Online. Audio, video is... Je weet het niet. Je moet codewoorden afspreken. Of de nieuwsbeelden echt zijn. Nou, de AI dilemma op YouTube gaat kijken. Want het begint met een statement. Daar krijg je ook gelijk kippenvel van. Meer dan de helft van alle technici die werken aan AI. Meer dan de helft daarvan. Ja. Denkt dat er een 10% kans of groter is. Dat de mensheid uitsterft door het niet kunnen controleren van AI. Dat is alsof je aan boord gaat van een vliegtuig... waarvan de helft van de vliegtuigbouwers zegt... er is een 10% kans of meer dat iedereen doodgaat in het vliegtuig. Zou je dan aan boord gaan van het vliegtuig? Er is een 10% kans of meer dat jullie allemaal sterven... Ja, maar dat is een dooddoener. Maar ik denk dat... ik ben ervan overtuigd dat de mensheid het sowieso niet gaat redden. Daar zijn we gewoon te destructief, dom, egoïstisch, onhandig en kortzichtig voor. Ja, nou, dit zou... We moeten niet denken dat we 500 jaar, 1000 jaar, misschien 10.000 jaar... maar uiteindelijk maken we natuurlijk... we zijn gewoon kleuters, ja, met lucifers... Ja. In een pakhuis, vol met kranten. Ja, ja, helemaal waar. En weet je, dat is ook evolutie. Misschien gaat het mis. En we zijn nu met 7-8 miljard straks. Ja. En komt er een grote ramp zoals deze. Blijven er 300-400 miljoen over. Die zeggen, zo, wij geluk gehad. Oké. Wat moeten we niet meer doen? Ja. Nou, we moeten in ieder geval niet meer met zoveel. Nou ja, dat gaat sowieso niet lukken. Want we zijn nu met 400 miljoen. Moeten lekker van een beetje landbouw. Het is eindig. Ook voor ons. Ja. En ergens zullen we onszelf opblazen. Dus in die zin ben ik niet zo bang. Omdat ik eigenlijk ook al weet dat of deze planeet is over 50 jaar of 100 jaar te warm om te wonen. Ja. Kan ergens meer. En dus het wordt een grote ellende. Of inderdaad, er is een soort Matrix-achtige apocalypse. Nee, maar we zijn daar vlakbij. Ja, nou ja, we zijn vlakbij dus, de Matrix. Kortom. Heb je wat te drinken? Gelukkig hebben wij het nog even van genomen vannacht. Ja, precies. Ja. Nee, goed verhaal. Nou, het eindigt niet. Want, God. Een van de mooie conclusies over AI. Nee, zeker niet. Maar het eindigt wel leuk. Okay. AI, dat is ook zo'n mooie. Heeft geen emoties, maar snapt ze wel. Mm-hmm. Snapt hoe jouw emoties werken. Snapt precies. Weet je wie dat ook hebben? Seriemoordenaars. Die hebben ook geen emotie, maar die snappen het wel. Ah, dus dat is Siri.
Siri-moordenaar. Siri, ben jij een moordenaar? Ik heb een... Nee, echt niet. Nee, helemaal niet. Hebben we het niet over hem? Ik ben koning van Transylvanië. Kom niet binnen nu! Ik heb aan ChatGPT, het programma, gevraagd. Ja. Ik heb ChatGPT 2 vragen gesteld. Nou ja, en die luistert ook mee nu, hè? Waarschijnlijk. Ja, het wordt de hele tijd genoemd, dus daar haken ze op in. Ja. Ze zitten nu mee te luisteren. Ja. Codewoord. Okay. Je doet je handen voor je mond, die emotie begrijpt hij. Hij kijkt nu in je brein. Hier staat hij niks. Hij kijkt in je brein en ziet twee hele grote tieten. De hele grote rode auto's. Ah, denk aan de rode auto's. Snel, snel. Ja, nu zijn het een grote tieten en een rode BH. Cabrio. In een auto. Oké. Ik heb ChatGPT 2 vragen gesteld. Vraag 1. Schrijf in het Nederlands een presentatietekst om Ruben van der Meer aan te kondigen. En vraag 2. Write a song about Tijl Bekkant. Dat was het. Dat was binnen. Bedenk dus, ik heb niets... Jullie carrière, wat jullie gedaan hebben. Gewoon dit. Okay, dus hij plukt van internet het volgende. Dit is de aankondiging voor Ruben van der Meer. En dat was de enige vraag. Dat is de enige en je stelt die vraag en wat echt... Hij begint meteen te schrijven. Het is niet renderen, kom over een kwartiertje nog even kijken wat we hebben. Zoals alle techniek eigenlijk werkt. En dan zeg je, doe het in Nederlands. Doe het grappiger. Het is echt... Het is zo eng. Dames en heren, geachte gasten en gewaardeerde collega's. Het is mij een absoluut genoeg om u voor te stellen aan een man van buitengewoon talent, creativiteit en humoristische briljantie. Nou ja, dit is al geschreven van iemand die helemaal... I believe I can fly. Vandaag zijn we hier samengekomen om de aanwezigheid van niemand minder dan Ruben van der Meer te verwelkomen en te vieren. Ruben van der Meer is een naam die geen introductie behoeft in de wereld van entertainment. Als acteur, komiek, schrijver en meester van improvisatie heeft Ruben publiek over de hele wereld weten te boeien met zijn unieke mix van geestigheid, charme en onberispelijke timing. Met zijn aanstekelijke energie en ongeëvenaarde improvisatievaardigheden heeft hij talloze levens verrijkt met vreugde en gelach. Rubens reis in de entertainmentindustrie is ronduit opmerkelijk te noemen. Velen van ons kennen hem van zijn iconische rol in de immens populaire televisieshow De Lama's, waar hij zijn ongelofelijke vermogen toonde om direct te reageren en hilariteit te creëren uit het niets. Zijn snelle geest, scherpe humor en natuurlijke talent voor improvisatie maakt hem direct geliefd bij fans en collega's. Maar Ruben's talent gaat verder dan alleen acteren. Hij is een begenadigd schrijver en heeft zijn creatieve genie bijgedragen. Met zijn creatieve genie bijgedragen aan talloze projecten waarbij hij onvergetelijke personages en verhaallijnen heeft gecreëerd die miljoenen mensen hebben geraakt. Zijn vermogen om een connectie te maken met het publiek op zowel intellectueel als emotioneel niveau maakt hem tot een ware kunstenaar. Vandaag hebben wij het immense voorrecht om Ruben van der Meer onder ons te hebben. Terwijl we reikhalzend uitkijken naar zijn optreden op het podium, kunnen we niets minder dan een spectaculaire show verwachten. Maak je klaar voor een avond vol bulderend gelach, spontane humor en momenten die jarenlang in onze herinneringen gegrift zullen blijven. Dus zonder verder oponthoud vraag ik u om samen met mij een daverend applaus te geven voor Ruben van der Meer. Is dat een aankondiging? Of is dat een aankondiging? Dit heeft een robot geschreven. Die jou niet kent. Ik zie het probleem niet. Nou, ik was door jouw verhaal ook wel geschrokken. En angstig. En somber. Maar nu ik dit gehoord heb, weet ik... Hoef me nergens zo grappig te maken. Want die robot heeft geen idee. Die weet dus bijvoorbeeld niet dat Ruben niet aan een soloprogramma werkt. Wat? Zegt die robot op het laatste. Wat? Nee, hij gaat alleen het podium op. Oh, nee. Write a song niet. About Tijl Bekkant. Kijk, en nu gaan we even de kern pakken. In the land of windmills, tulips and cheese, a man of laughter, Tijl Bekkant he be. A comic, a host with talent to spare. A Dutch legend, none can compare. Oh, Tijl Bekkant, you make us laugh. With every joke, a joyous craft. Through the airwaves, you light up the night. Tijl Bekkant, our comedic knight. Als in ridder, niet nacht.
night. On the stage, he's a master of wit, quick and clever, never to quit. As he weaves tales with a laugh and a grin, audience captivated, drawn right in. Hotel Beckett, you make us laugh with every joke, a joyous craft. Through the airways, you light up the night. Tell Beckett our comedic night. Hij schrijft hier zelfs een bridge. With a twinkle in his eye and a smile so bright, he's the hero we need in the darkest night. In every corner of the Netherlands, his name rings. Tell Beckett, the jester of kings. Jester is nar. Ah, wat je net zei. Nar van de koning. De nar van de koning. Okay, nee. Einde item. Einde item. Dit is durf. We komen de spullen in de beslag nemen. Ik ben AI. Ik neem het over. Ga verder. From the stages of theater to RTV screens, he's shown us laughter is what life truly means. A master of improv. A skilled entertainer. Tell Beckett. A comic. A humor campaigner. So raise your glasses high and toast to his fame. In the world of laughter, we'll remember his name. For generations to come, his legacy will stand in the heart of every Dutch forever. Tell Beckett. Ik zie het niet de top 40 binnenkomen. Nou, ja, het is natuurlijk... Er moet nog een beat onder de benen. Het is razend bijzonder dat dit kan. En het is een zegen voor mensen die met holle gedichtjes moeten komen op verjaardagen. Ja. Daar is het een zegen voor André Hazes. Die had God op zijn blote knieën gedankt. Ja. Als dit er was. Ja. Maar het is natuurlijk bijzonder dat dit kan. Maar ga de AI dilemma kijken. Ik ga het zeker kijken. Zeker. En dan hebben we het de volgende keer over. Want het hoeft niet lang, want je wordt er hartstikke depri van. Maar ja, ik vind het gewoon... Je denkt, ja, maar waarom zijn we nog... Waarom leven wij nog? Nee, maar waarom maak je nog druk om een oorlog? Of om klimaatopwarming? Want dit, we gaan er hartstikke aan. Wat gaan dit ze dan? Komen ze dan met robots de straat in om ons dood te schieten? Wat is precies het voorspelde einde? Je kan einde? Bijvoorbeeld, maar dat is het science fiction clichématige einde. Maar als ik tegen de chatbot zeg... ik wil de rijkste persoon op aarde zijn. Dat hij iedereen doodmaakt. Ja, ja, oké. Want dan ben je de rijkste persoon. Ah, ja, je moet op dat niveau... Ja. Ja. Dus het blijft die chatbot. Ja. Is het één persoon? Nee. Ik probeer het te begrijpen. Ja, nee. Het is een. Want jij zegt het tegen. Het is niet een persoon. Precies. Nee, maar is het één entiteit? Deze. Waar jij de ChatGPT is er weer één. Maar in alle. Zijn er meerdere, ja. Zeg maar. Dus ja. En dit is chat 4.0. En kunnen ze concurreren? Dus als jij zegt, maar ik ben de rijkste persoon op aarde. En de ene begint te moorden. Dan kan de andere zeggen, kan er nog een andere iets tegen doen? Of is het één, werkt het samen? Nou ja, dat kan dus ook gebeuren. En dan then we're pretty much fucked. Ja, precies. Stekker eruit. Ja. Stekker eruit, Ctrl-Alt-Delete. Ja, en dvd's. Ja. De dvd moet terug. Precies. De niks vinyl, Bluetooth. Vinyl. Ja. Joh, echt. Nee, ze hebben geen kans. Want ze hebben geen emoties. Dus je kunt ook zeggen, het is een slecht liedje. Dan zegt hij, ik snap dat. Ja. Niet. Ik snap niet wat je bedoelt. Ik snap dat je het slecht vindt, maar ik snap niet. Ja. Draak me niet. Wat zei je? Nou, ik ben toch een beetje opgelucht. Waarom? Fijn, ja. Dank jullie dat jullie niet mee paniek. Nou, en dank je voor deze schitterende aankondiging. Ik heb het... Absoluut. Toch? Van iemand zonder emoties. Nou, dan weet je genoeg. Nee, maar het werd met emotie gebracht. Dat is waar. Dat is toch knap? Alweer. Dat is waar. Dat kan die chatboxen niet. En die heeft dus in 2,4 seconden schrijft hij dit. Ja. Dus in 2,4 seconden haalt hij ook alle informatie van nu ook internet heel over jou. Over die stemmen. Er zijn nu op het moment... Elke dag komen er 100 liedjes online. Ja. Als die duizenden zijn. Van Michael Jackson zingt Yesterday. Freddie Mercury zingt Whole Lotta Rosie. Dan ga je even luisteren. Van, oh ja, wacht even. Oké, dit is dus door een robot die stem nagedaan. En dan hoor je... Ja, ik hoor wel, het klinkt als Freddie Mercury. Of het klinkt als Michael Jackson. Maar het is het toch niet. Ja, maar kijk, als dat het is, het is nog net niet. Dan is dat volgende week wel zo. Nee, het gaat precies. Zo achterlijk eng hard. Ja, maar het blijft robotachtig of zo. Ik bedoel... Ja, ik weet niet hoe ik het... Ik denk dat ze dat bijvoorbeeld heel snel oplossen.
Ja. Maar goed. We shall see. We shall see. The AI Dilemma. Gaat dat zien op YouTube. De podcast. Jongens, heel even iets anders, want we mogen even voor Sinterklaas spelen. Oké. Okay. We mogen iets heel leuks doen. Ja, hadden we het over. Wij mogen aan onze luisteraars, dat zijn jullie, iets heel moois weggeven. Wij mogen namelijk weggeven 50 dagen lang gratis Nextory. Dat is een goed cadeau. Dat is een fantastisch cadeau. Dat is geweldig. Het is namelijk een app. Een streaming service, zo u wilt. Ja. Met daarop luisterboeken en e-books. In totaal meer dan 350.000, mind you. Okay. Ja, 350 boeken is al veel, maar 350.000. Zowel Engelse als Nederlandse. En daar mogen wij dus 50 dagen lang gratis gebruik van die app weggeven. Nou, ik zit hier even op. En we hebben dat boek al besproken in onze podcast een tijdje geleden. Afrika is geen land. Ja. Hij zit ertussen. Staat erop. Nou. Een bestseller. Een prachtig boek over de geschiedenis van Afrika. Maar vooral ook over de toekomst. En je kijkt met andere ogen naar dat waanzinnige wereld. Naar jouw verhaal zeker. Staat Stephen King. Zit hij daar dan ook bij toevallig? Ja, je zou het zeggen. 350.000 boeken. Ja, dat zal zeker. Ja, nou. Ja, kijk eens even. Ertussen. Kijk, want ik ben een filmliefhebber. Ja. Maar ik had Misery weer gekeken. Ik ben in het boek begonnen. Maar dat is toch wel nog wel veel beter eigenlijk, man. Die boeken van Stephen King, die zijn... Bam. Heerlijk. Nou, zo staan er dus nog meer dan 350.000 parels op jullie te wachten. Ga daarvoor naar www.nextory.nl. Dus dat is nextory.nl/RubenTelRuben. Ja. De vouchercode... Dat is dus even om onder ons te houden. Even ramen dicht. Ja. Als je je koptelefoon even tegen je aanduwt. Vouchercode is RubenTel Ruben. Ja. Sst. Als je dat dus invult bij de vouchercode. Toch? Bam. Ja. Dan heb je 50 dagen lang. Dat is bijna 2 maanden. Dat is een aantal weken. Heel veel weken. Ja, doet er even toe. Dat is gewoon superveel. 50 dagen. En ik wil er even aan toevoegen. Ja. Het is om te lezen. Ja. Maar ook om te luisteren. Bam. De podcast. Eten en drinken. Ja, eten en drinken. Het is een beetje een gekke bocht. Maar dit is de muziek die geschreven is door iemand die heel erg van veel drinken hield. Dit kennen jullie toch? Ken je dit? Echt niet? Oh, ik dacht... Oh, het is zo suf altijd als je van de klassieke muziek bent. Dat je denkt, nou, als je dit aanzet... Ik denk aan de kroning van Charles. Maar serieus? Oh, in mijn beleving is dit zeg maar... Ik denk aan Odin in Line. Oh, oké. Ik trek hem een beetje weg. Als bedje mogen we hem laten staan. Een beetje zachtjes op de achtergrond. Dit is Pictures at an Exhibition. En het stuk is gecomponeerd door Modest Mussorgsky. Ja, het is allemaal... Deze hele zin hoor ik voor het eerst. Oh, jeetje, Mina. Oké. Wacht even. Dan ga ik je even laten horen... wat Modest Mussorgsky nog meer heeft gecomponeerd. Ja. Ja? Ja? Tom en Jerry. Nee? Nee. Dun, 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 dun. Maar welke film? Saturday Night Fever. Night on a Bold Disco Mountain. Yes. Ja, wordt wel gezien als een van zijn bekendste werken. Een nacht op een kale berg. Wij zijn hier getuige van een heksensabbat. Het is overigens ook gebruikt in Disney's Fantasia. Ja. En dit is dus Modest Mussorgsky. Ik vond het leuk om weer eens een muziekstuk over het voetlicht te brengen. Ja. En terwijl we Nacht op de Kale Berg langzaam laten uitveden... wil ik het met jullie hebben over Pictures at an Exhibition... oftewel schilderijen van een tentoonstelling. Ja. Het is
een van de leukste muziekstukken en fijnste muziekstukken om te kennen. Het duurt maar een half uurtje. Het is ook heel erg leuk om met je kinderen te luisteren. Mussorgsky heeft dit stuk geschreven in 1874. En dat is op een bijzondere manier tot stand gekomen. Mussorgsky was namelijk bevriend als componist met een bekende architect en schilder, Victor Hartmann. En Victor Hartmann was een architect die weer de oude neo-Russische stijl in het landschap wilde hebben. Een beetje, dan moet je denken aan hoe het Kremlin gebouwd is, hè? Van die soort van die suikertaart. Ja, precies. Dat was in een tijd, en Mussorgsky maakte ook echte Russische muziek, waarin het hele Europese leven cultureel gedomineerd werd of door Duitsers of door Fransen. In Rusland werd aan het hof bijvoorbeeld gewoon Frans gesproken. Heel Europa was eigenlijk in tweeën gedeeld, in twee culturen. En Mussorgsky leefde in een tijd waarin hele grote gebieden in Europa op zoek gingen naar hun eigen identiteit. Daar was niet echte Russische klassieke composities. Er waren geen echte Russische composities. Er werd gewoon gecomponeerd in de stijl van de Fransen. Of in de stijl van de Duitsers. Of in de stijl van de Italianen eventueel. En Mussorgsky was daarom lid van een groep die heet het Machtige Hoopje. Dat is een naam die werd gegeven door een journalist aan een groep componisten die bestond uit Rimsky-Korsakov, César Cui, Balakirev, Borodin en dus Mussorgsky. En in die tijd moet je componisten niet zien als mannen die met een ganzenveer de hele dag muziek zitten te schrijven. Dit waren allemaal academici of mannen die hoog in het leger zaten, die van goede families kwamen, professor waren in scheikunde en daarbij dus componeerden als hobby, als extra. Zoals wij een podcast maken, ja. Zo componeerden zij. En zij hebben dus, zeg maar, de Russische identiteit in muziek weergegeven. En daar is schilderijen van de tentoonstelling een van de grootste vruchten van. Terwijl dat stuk eigenlijk heel raar tot stand is gekomen. Deze Victor Hartmann, architect, schilder, overleed. 39 jaar. En daar was Mussorgsky kapot van. Die kwam wekenlang zijn bed niet uit, zijn huis niet uit. Totdat er werd gezegd, wij maken een overzichtstentoonstelling van 400 van zijn schilderij. En na een aantal dagen besloot Mussorgsky daar naartoe te gaan. En hij loopt langs al die werken van zijn goede vriend, die spijtig genoeg op 39-jarige leeftijd overlijdt. En hij komt thuis en hij krijgt dus het idee, ik ga een stuk maken waarin ik langs een aantal schilderijen van mijn vriend loop. En de muziek die je aan het begin hoorde, tan, 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 de voor klassieke muziekliefhebbers bekende promenade, is dus steeds een wandeling naar het volgende stuk. Dus het stuk bestaat uit een wandelingetje. Dan hoor je een schilderij, weer een wandelingetje. Nee, wat, dan hoor je weer een schilderij, weer een wandelingetje, hoor je weer een schilderij. Het gaat in totaal om 8 schilderijen waar... Van de 400. Ja, en de meeste zijn verloren geraakt. Dus sommige stukken, daar is het de muziek nog wel van, maar het schilderij niet. Want dat was duidelijk welke muziek bij welk kunstwerk hoorde. Ja. Want heeft bijvoorbeeld, ik laat je wat ik heel mooi vind, is het stuk, het schilderij en het stuk Het Oude Kasteel. Als je dat hoort, dan zie je het schilderij als het ware voor je. Hè? Stel je voor dat je door een galerij loopt en je komt bij een schilderij aan en je gaat stilstaan en dan zie je dit. Maar je kan helemaal voorstellen ook dat je alle details van het schilderij ziet. Ja. Je hoort paarden hoeven over zo'n houten brug. Ga je een kasteel binnen. Ja,
Ja, dus het is zo'n bijzonder stuk. En ik heb het een keer in de klas van Fine, toen ze denk ik 6 was, laten klinken. Door ook dit verhaal te vertellen. En dan ging je met al die kinderen tijdens ieder promenadetje, ieder tussenstukje door de klas lopen. Alsof je naar het volgende schilderij. En dan gingen we allemaal zitten. En dan gingen ze kijken naar de box waar de muziek uitkwam. En dan vertelde ik het volgende stuk heet Het Oude Kasteel. Of De Gnoom. Dat is ook een van zijn schilderijen. En dan gingen al die kinderen kijken naar die box. En zagen hun eigen schilderij. Dus die wilde ik graag aan jullie en aan de luisteraars tippen. Schilderijen van een tentoonstelling van Modest Mussorgsky. Jong overleden ook. Aan de alcohol. Heeft zich helemaal hartstikke doodgezopen. Maar ook ja, precies. Want het was eten en drinken. Precies. Ik vind het echt ja. Geweldig. Eigenlijk is alles voorbij gekomen. Ja. Architectuur, muziek, schilderkunst. Ja. En toch ook natuurlijk eten en drinken. Ja, en eigenlijk, wat je net uitlegt zo met die kinderen in die klas. Dat is natuurlijk nog vele, vele, vele malen sterker dan AI. Is toch de menselijke brein en de fantasie. Ja, ik zie een computer daar niet tegenop gaan, hoor. Hadden wij Modest Mussorgsky, hadden we die moeten kennen? Nou ja, dat is... Van, als je zegt Fantasia, denk ik... Nacht op een Kale Berg is Fantasia en Saturday Night Fever. En schilderijen van een tentoonstelling is echt een klassieker. Als ik er maar aankom, dan denk ik dat jullie dan zeggen... Oh ja, natuurlijk, maar ik heb dat wel eens gezien, het concertgebouw. En ik verbaas me er altijd weer over hoe shocking het is... hoe weinig mensen dingen kennen waarvan ik denk... dat kent toch iedereen? Ja, precies. Dus daarom is, ik denk dat veel luisteraars misschien dat ook denken. Het stuk duurt maar een half uurtje. Ja. Zet het aan in je auto, in de trein, als je gaat wandelen of sporten. Het is heerlijk. Want zeker. Iedere keer als je het thema hoort, dan weet je dat je weer loopt naar het volgende schilderij. En wanneer sta je nou 5 minuten voor een schilderij? Nooit. Maar nu is er door het stuk iedere keer tijd genomen om het hele schilderij te zien. En dat is de eerbetoon aan zijn vriend. Heel mooi. We gaan richting de backstage. De backstage. Yes. Mij viel op dat de laatste tijd wat podcasten aan het verdwijnen zijn. Soms gewoon omdat er niet geluisterd meer wordt naar de podcast. Kan, of dat je geen zin meer hebt. En dan soms, is het moeilijk volhouden. Soms is er ook een beetje bonje in de tent. Of lijkt dat zo. Hè? Ik zag dat Martijn Koning en Sanne van Op Zeeland al een tijdje geleden gestopt zijn met hun Knorrenpodcast. Oh ja. Door in ieder geval oneenigheid. En Mark-Marie en Aaf ook groot in het nieuws geweest. Hè? Ja, zeker. En er zou iets aan de hand zijn geweest. Ja. Maar toen kwam Sanne Schimmelpennink hier binnen en zei... Dus niks! Dus ja, helemaal niks! Hou je bek! Hier, weet je, hij hebt het over de podcast van Horace Cohen en Pim Vett. Precies. Die zijn gebrouilleerd. Ik zei, nou, die staan gewoon op baggers met z'n tweeën, zoals altijd. Bam. Bij een festival. Heerlijk. En het leuke is, je kunt het gewoon zeggen over Sander, want het wordt er toch uitgeknipt. Door Artificial Intelligence. Sander. Artificial Sander. We gaan eruit met een... ik was weer... Ik liep met een stukje muziek. Ja, precies. Nee, we gaan de backstage... Precies. Gaan we het hebben... We gaan het de backstage hebben over ruzies in het algemeen. Wat zijn je grootste ruzies, je mooiste ruzies, kleinste ruzies? Ja. Hoe ga je met ruzies om? Hebben wij wel eens ruzie? En hoe los ik dat dan op met jullie? Heerlijk. Nou goed, u herkent zich daar vast wel in. Als u denkt, ja, die backstage moet ik luisteren. En u bent nog niet lid van ons Sombrero-leger. Ga dan naar petjeaf.com/RubenTelRuben. En voor €2 per maand krijg je 2 volledige podcasts. Volwaardige, nou sterker nog, super privé, intieme podcasts. Zeker. Daarbij, voor die €2. Dos dineros. Dos dineros. We gaan eruit met het laatste schilderij van het stuk schilderijen van een tentoonstelling. Prachtig schilderij en prachtige muziek. De Poorten van Kiev.